Als je mijn aandacht krijgt, hè, dat vind je het goed, hè, schat. Zo ziet mijn computerbureau. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Let niet op mijn haar. Maar het is wel vandaag, namelijk woensdag 16 februari 2022. En het is nu 10:55 in de ochtend. En kijk eens wie er hier lekker zit. Mijn grote vriendje. Hè, kerel? Jij. Kereltje. Hi, meisje. En wie hebben we hier? Dat is Drakia. Goedemorgen, schatje. Als je mijn aandacht krijgt, hè, dan vind je het goed, hè, schat. En jullie zijn weer lekker aan het verharen. Ja, jullie ja. Mwah. En hebben we hier ook nog steeds wel een. Die is iets van, ik vind hem prima. Hé, kerel. Ja. Maar er is net het pakketje binnengekomen. En dat moet ik even samen uitpakken met Ro. En die komt er ook zo aan, dus... Ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo ziet mijn computerbureau er nu lekker uit. Ja. Kijk, en deze moet gewoon eigenlijk de andere kant. Deze moet gewoon eigenlijk gewoon even op mijn bureaustoel. Dat kun je gewoon lekker wegdenken, zeg maar. Dit moet ik gewoon even gaan opruimen. Dus ja, dit is mijn computerhoekje. Ja, ik kom daar zo meteen binnen. Check, 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 double check. Wie? Oh, mag jij als eerst eigenlijk? Nee, hè? Eigenlijk mag jij als eerste en jij als tweede en jij als derde, jonge dame. Maar schat, ik heb jouw hulp nodig. Kijk maar. Hey. Dus ik ga mijn camera even neerzetten en ik heb jouw hulp nodig.
Oké. Yes. Ik moet even de juiste input geven. Zo, alleen die mag niet. Nee, dat doe en dat doe ik wel. Dat doe ik wel. Bemoei je daar maar lekker niet mee. Want kijk, wat ik dan moet doen, dat is eerst weten hoe hoog deze hier staat. En dat is dus op 2,2560. 2,2560. Dus dan ga ik hier naartoe. Daar, daar. Nee, daar. 2. Twee. Vijfentwintig. En zestig. Ja. En zestig. Zo. Ik ga hem even heel anders doen, namelijk. En ik weet hoe ik hem wil hebben. Want ik wil hem niet zo recht hebben, zeg maar. Ik wil hem in een soort van curve laten lopen, schat. Hallo, lief. Ja. Waarom niet één in het midden? Als je maar een vraag. Ik weet te kijken waar ze staan. Ik weet te kijken waar mijn muis zit. Daar. Nou, hier gaan we nog even mee bezig, want Roe die moet straks pleiten. Toepassen. Die ligt heel lekker bij. Die ligt lekker bij. Was lekker, meisje. En Speedy die was net hier ergens, maar daar is ze niet. Mijn andere kleine meid, waarom lig jij nou weer in de gal? Kom hier. Kom lekker in de woonkamer dan. Kom maar. Het is een beetje donker hier, namelijk. Ja, kom lekker in de woonkamer. Ja. Ja, dat is toch lekkerder, is toch fijner in de woonkamer. Hé, hey, is toch fijner in de woonkamer. Ga maar even lekker krabben, helemaal goed. Ja. Hi, Tietje. Hi, baby.
En ja, zo ziet de computerbureau er nu uit. Bureau. Ja, met drie schermen. Hoe doen we dat? Ja, het lijkt nou net of deze namelijk feller is, maar dat is niet zo. Het is namelijk gezichtsbedrog. Kijk, want elke scherm die is namelijk nu hetzelfde. Ik zal het laten zien. Deze staat zelfs op 3,2160. 3,2160. 3,2160. Dan gaat deze ook dus nu op 3,2160. 3,2160. 3. Nee, ho, 3. En 60. Oké. Ho. 3, 21 en 60. Dan moet deze zo. Maar ik vind 2 lekkerder. Dus dan gaat die nog wat lager. 1. Nee. Nee. Hey. Zo, die staat dus nu ook gewoon op 3,21 en 60. Deze stond op. Nu staat die dus op 2,21 en 60. 2,21 en 60. En dan 21, dus 2,21 en 60. Moet deze weer even controleren? Ja. 2,2160. 2,2160. Gaan we deze ook nog even checken? Voor alle drie even check, 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 dubbel check. 2,2160. Dus ho, daar naartoe. 2,21. Nee, ho. 21. Zo, en dan zit dus nu alles op dezelfde niveau qua beeld, zeg maar. Daarom zeg ik al, het lijkt nu dat deze dus feller is. Maar dat is dus niet zo, want ik denk als ik hier mijn gordijnen dicht doe, zoals nu, dan ziet het er waarschijnlijk heel anders weer uit. Maar ja, dit is dus mijn setup op dit moment. Dus dat is leuk. Ja, daar ben ik heel blij mee. Echt. Tweede dag op rij, lekker thuis. Ik ga zo meteen eindelijk op de bank liggen hangen. Ga ik in slaap vallen? Dan val ik in slaap. Dan heeft mijn lichaam dat nodig. Maar ik ga eerst jullie weer wat laten zien. Dus ik denk wel dat jullie even gaan smelten. Hoe lief het er allemaal hier lekker ligt. Ik smelt al. Ik ga er ook zo meteen lekker bij liggen.
ja, ik probeer maar eens weer eens wat met mijn gimbal. Ik vind het helemaal prima. Ja, het is een beetje droevig weer, moet ik vertellen. Het waait wel. Wat staat voor de deur? Mijn auto! Ja, niet mijn auto, en mijn auto van de buurman. Ja, van mijn buurman. Ja. Precies dat. Dat zeg ik, het waait. Ja. Is handig. Maar mocht ik ooit aan mijn rijbewijs halen, dan is dit toch en toch echt ook echt in mijn droomauto. Echt waar. Of nog een stukje kleiner, maar wel gewoon een BMW eigenlijk. Maar dit is toch en mijn droomauto. Ja. Echt wel. Ja, het was weer even een dag met weinig vloggen. En dat ik veel op de bank lag. Maar oké, dat mag de pret niet drukken. Sorry. Maar ja, jullie weten, ik ben net geopereerd een week en een dag. En ik heb nou de pleisters eraf. Ik laat een klein sneak peek even zien aan jullie. Dus hierna komt ie. En wil je meer zien? Sowieso de link hierboven komt. Dus van mijn Agnes dagboek. Dus ben je daar benieuwd? Nou, ik zou zeggen, kijk hem even. Dan weet je gelijk hoe en wat. Kijk misschien 1, 2, 3 en 4. Want 4 komt er ook aan. Daar ben ik hard mee bezig. Als ik het ongeveer goed heb. Ik weet het niet zeker. 1, 2, 3. Ja, 4. Dat is, die komt eraan. Maar daar zit nog niet mijn wonder tussen. Dat is 5. Als ze uit mijn hoofd. Maar oké. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je deze vlog leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog hier beneden. Doe het belletje gelijk aan. Als je het abonneert. Ook wel erg handig. Want hier heb je het abonneren ergens. Daar heb je het belletje. Ja, hier. Hier heb je het belletje. Daar heb je het abonneren. En daar heb je het duimpje. En hieronder kan je nog reageren. Dus dat zou me heel goed uitkomen. Dat vind ik helemaal fijn. Want abonneren en een duimpje omhoog en reageren. Dan kom ik alleen maar hoger, jongens. Dat willen jullie toch ook? Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog!